het eerste waar we mee gaan beginnen is even de barbecue klaarzetten, het eten, de koelkast staat natuurlijk al klaar. Dat zijn natuurlijk ook allemaal dingen die moeten gebeuren bij een vrachtwagentrekwedstrijd. En ik weet ook dat heel veel leden deze video kijken en ook de man waar ik het nu over ga hebben, dat is Richard, dat is de vrachtwagenchauffeur. Die heeft zo goed als de helft van alles gesponsord. Die houdt er ook van als mensen gewoon en lekker de best komen doen. We hebben eigenlijk met z'n tweeën dit meer opgezet. Dus voor alle leden die deze video kijken. En alle niet-leden, alle YouTube-abonnees ook. De Richard, de vrachtwagenchauffeur, topper. Iets wat we straks nog moeten doen is even wachten tot de vrachtwagen er is. En dan kunnen wij hier een punt bepalen en naar de overkant, naar de andere kant rennen. Ik mik op een meter of 30, 35. Gaan even kijken hoe ver dat is. Dat komt straks. We gaan nu eerst eens wat dingen klaarzetten. Het is alleen het begin, hè? Zo, ik ben op het moment weer thuis. We hebben echt net de competitie, de barbecue hebben we gehad. Zoals jullie zagen, ik heb deze video heb ik er niet al te veel doorheen gepraat. Logisch, want ik ben echt kapot. Je moet zoveel dingen doen. Je moet mensen motiveren. Je moet even een praatje maken met die, praatje maken met die. Even een biertje pakken, even barbecuen. Helemaal niet erg natuurlijk. Super gezellig. Zelfs sterker nog, een van de leukste dingen om gewoon te doen als je een eigen zaak hebt. Dat ik deze privilege heb, zo kan ik het eigenlijk wel noemen. Dat je zoiets kan organiseren. Echt super tof. Zulke dingen wil ik sowieso wel vaker gaan doen. Maar het is natuurlijk wel even kijken hoor. Hoe en wat met de coronaregels. En in de toekomst natuurlijk. Sorry dat ik een tijdje niks heb geüpload. Ik ga weer wat meer consequent zijn. Maar zulke dingen om dit te regelen kost echt een hele berg tijd. En dan schieten die YouTube video's maken. Die schieten er natuurlijk een beetje bij in. Als je dit nou een leuke video vond, abonneer dan natuurlijk. En dan zie ik je bij de volgende video. Ignite your fire and grow stronger.